H2-platform. Als tankstationondernemer aan de slag met waterstof. Dit is tankstationondernemer Dirk Gemser. Hij runt een bijna 100 jaar oud familiebedrijf in Soest. Het bedrijf bestaat al zo lang omdat de Gemsers altijd slim hebben ingespeeld op ontwikkelingen in de markt. Opa Gemser opende in de jaren 30 het eerste tankstation in het midden van het land. Dirks vader breidde na de oorlog uit. Met een van de eerste volautomatische wasstraten. En Dirk zelf was er twaalf jaar geleden vroeg bij met een laadstation voor elektrische auto's. Hij zag al snel dat de energietransitie een grote impact zou hebben op zijn bedrijfstak. Vanaf 2030 zullen alle nieuwe verkochte auto's zero-emissie zijn. En in 2050 zal het gehele Nederlandse wagenpark uit zero-emissie voertuigen bestaan. Veel van die voertuigen zullen batterij-elektrische voertuigen zijn. Maar ook andere uitstootvrije alternatieven maken een snelle opmars. Bijvoorbeeld waterstof. Zogeheten brandstofcel-elektrische voertuigen hebben namelijk grote voordelen. Snel tanken, een groot actieradius en veel vermogen. En dat is interessant voor bijvoorbeeld vrachtwagens of taxis, die de hele dag moeten kunnen rijden. Er zijn momenteel enkele waterstoftankstations en een paar honderd waterstofauto's in Nederland. Dit aantal zal de komende jaren snel stijgen, onder andere door subsidies voor tankstationondernemers die waterstof aanbieden en gunstige regelingen voor waterstofrijders. Dirk dacht bij zichzelf: daar liggen kansen. Maar als ik een waterstoftankstation wil, hoe pak ik dat dan aan? Net als Dirk kunt u als tankstationondernemer als een van de eersten in deze markt stappen. Met alle voordelen van dien. Maar bij een waterstoftankstation komt nogal wat kijken. Het H2-platform is een samenwerkingsverband van organisaties, bedrijven en overheden die het gebruik van waterstof willen stimuleren. Er is een uitgebreid stappenplan gemaakt om ondernemers te helpen om succesvol een waterstoftankstation te bouwen en te exploiteren. De eerste stap is altijd een bezoek aan de gemeente. Die moet uitsluitsel geven of tanken van waterstof op uw locatie is toegestaan. Ook is samenwerking met fleetowners, zoals taxibedrijven of de vuilophaaldienst een belangrijke voorwaarde voor succes. Zij wachten misschien met overstappen op waterstof tot er een vulstation is. Andersom is het voor Dirk belangrijk dat er echt klanten zullen zijn. En zo zijn er nog veel meer voorwaardes en stappen die genomen moeten worden om van uw ambities een succes te maken. Een waterstoftankstation biedt u als tankstationondernemer grote kansen voor de toekomst. Maar ga niet over één nacht ijs. Weten hoe het H2-platform u kan helpen? Ga naar www.opwegmetwaterstof.nl H2 tanken voor het stappenplan en meer informatie.